Yo mensen, we hebben weer een nieuwe video. Deze keer gaan we het hebben over comment blocks bij een mooie zonsondergang, maar daar gaat het niet om. Het gaat over deze comment blok. Hoe krijg je ze? Je krijgt ze door slash give, je naam en dan 137. Dat is het item ID van de comment blok. Natuurlijk kan je dit ook doen met de comment blok. Give @p137. Als ik erop druk, krijg ik een comment blok. Ook kan je inventory clearen, schoonmaken met de comment blok. Als je erop drukt, zijn ze weg. Heel simpel. Eerst ga ik iets anders uitleggen voordat ik met het volgende onderdeel begin. @p betekent dichtstbijzijnde player. @r betekent een random player. En @h betekent alle players. Dat is vooral voor in een server. Dus, slash gamemode 0 @p betekent dat ik nu gamemode 0 krijg. Dan staat er ook geüpdate naar survival mode. @gamemode 2 of slash gamemode 2 @p betekent dat ik Adventure Mode krijg. Zoals je in de chat kan zien, heb ik dat nu gekregen. En Game Mode 1, zelfde manier. De bordjes hierboven geven gewoon aan de comments in de comment blocks, omdat de comment blocks in mijn filmpjes nog wel eens kunnen buggen. Het volgende is Weather. Weather is super irritant, dus dat kan je ook veranderen met de comment blocks. Nu is het regenen, je ziet het in de chat, maar ja, ik heb mijn graphics zo laag gezet dat je dat niet kan zien. Ook kan je het laten onweren. Dat zie je ook niet. Heb ik ook mijn graphics te laag voor. Of dat ligt aan de wereld. Dat kan ook nog. Want deze wereld zo is gemaakt dat het niet kan regenen. En weather clear. Dat betekent dat alle regen en zo weg is. Maar daar zie je niks van. Ook kan je naar een player tp'en. Slash tp. Naam. Naam 1. Spatie. Naam 2. Eerste naam is de player die getp'd wordt. En de tweede naam is de plek waar die naartoe getp'd wordt. Als ik op deze button druk, gebeurt er niks, want ik ben de enige player hier in de buurt. Yay. Je kan ook naar coördinaten tp'en. Zoals je hier ziet. Alleen, deze coördinaten die je hier ziet, zijn niet dezelfde coördinaten bovenin. Min 61, 45 en min 40. Dat klopt wel. Dat klopt wel, maar in de commentblok kloppen ze niet. Kijk maar. Min 62, 54, 41. Dat klopt van geen meter. Dat is per wereld verschillend. Ik heb het bij elke wereld die ik aanmaak. Sommige servers hebben het ook. Maar niet iedereen heeft er last van. Dus dan moet je even uitvogelen of je er last van hebt of niet. Ook kan je spawnpoint zetten. Dat is heel handig voor custom maps en zo. En, dit is nog grappigste. Je kan hoi tegen jezelf zeggen. Yay, ik word begroet. Ik kwam tijdens het editen erachter dat ik nog een hele belangrijke vergeten was. En dat is de slash time set. Die kan je hier namelijk ook mee doen. Het is nu nacht, dus als ik hierop druk, wordt het mooi dag. En ook terug naar nacht. Dit werkt met cijfers, maar ook met woorden. Dus dat is ook wel handig natuurlijk voor in je server of voor op je singleplayer wereld. Als je dit nou een handige tutorial vond over ja, wat basics over comment blocks. Geef dan een like, dan maak ik misschien wel een tweede deel over wat ingewikkelde dingen. Misschien wel hele advanced dingen over, ja, wat kan je allemaal maken? Je kan zoveel maken met comment blocks. Ook met de nieuwe 1.8, dat is niet normaal. En ja, tot de volgende keer. Like, subscribe, abonneer en tot de volgende keer. Later!